Hallo Black Legion en welkom bij een nieuwe part van Need for Speed Most Wanted. We gaan in de bak mono rijden. Oh ja, de bak mono. Het klinkt raar en het is raar. Het is een hele rare auto. En ja, je kunt wat vergelijken met de auto in de vorige part, Area Atom. Het heeft dezelfde rare vering zo, rechtuit. Het staat heel mooi op mono. Blijkbaar is dat een M met die twee streepjes. Ze hebben zo'n beetje eigen letters ontwikkeld, blijkbaar. Je ziet de vering wel goed werken. Dat is wel vet. Hier. Als ik nou die stoep oprij. Duf, duf. Zie je dat? Dat is wel cool. Aan de rechterkant bedoel ik dan, hè. Maar dat is wel cool gedaan. We gaan even wat races hiermee doen. Sport, sprint, race starten. Dan krijgen we tenminste een nitro erbij. Dat is niet slecht. Zeker niet slecht. Oeh, die kan ik me nog herinneren, ja, dat witte. Dat kan ik me nog heel goed herinneren. Hallo, Nissan GTR. GTR. Zoals de Australians would name it. De GTR. De Nissan GTR. Hallo, LFV. Ik ga gelijk Engels praten. Niet goed. Hij is wel sneller, qua topsneller denk ik, dan de Area Atom, maar dat weet ik eigenlijk niet. Hij is wel net zo... niet stootbestendig eigenlijk. Hij crasht net zo makkelijk. Of wat met jou, McLaren. Maar hij is niet slecht op zich, dat zeker niet. Hij ziet er alleen een beetje futuristisch uit. En hij ziet er van de achterkant een beetje uit alsof hij een stofzuiger echt is ook gewoon. Met zo'n slurfje. Zo ziet hij uitlaat er een beetje uit, vind ik. Het heeft niks met een stofzuiger te maken, want een stofzuiger ziet er zo niet uit met zo'n slurf, maar... ik vind het op een stofzuiger moet je lijken. Oeh! Fuck, dat midden is dus niet kapot te rijden. Geluk jongen, is dat nou een Bugatti? Yep. Winnen wij nou van een Bugatti, you serious? Game, the hell is er met jou gebeurd, game? Kut, shortcut. Oh, die pakken hun ook niet. Goddank. De finish. Niet lief Bugatti. Als jij nou je volle 1200 pk, 1200 pk open trekt, is niet lief. Gefinished als eerste in 1.26. We zijn langzamer dan de vorige keer dat we deze race deden. Maar we hebben het wel gehaald. Off-road banden, ja, die installeren we altijd. Dat is ook maar voor één race eigenlijk. Want de volgende race is circuitbanden. En dan pakken we altijd gelijk circuitbanden. Dat we over het algemeen toch wel meer circuit rijden dan, of in ieder geval asfalt, dan off-road. Liberty Park. Dat is dan wel ontsnappen, toch? Net zoals we moesten bij de ene. En bij de pick-up truck. Tenminste, maar goed. Ja, hier zie je, zelfde race. Die hebben we in de vorige part ook gedaan. Dat is die kopchase weer. Nou, gaan we hetzelfde doen. Gaan we weer wegrijden naar... naar de dinges toe. De spoor. Dat is de makkelijkste manier. Deze keer gaan we hier langs en niet naar boven. Toch wel iets variatie erin maken, hè. Dat is wel belangrijk. Gingen we toen hier naartoe of gingen we naar de andere kant toe? Dat ben ik dus wel vergeten. Volgens mij hier naartoe. Uit mijn hoofd. Maar ik kan het natuurlijk helemaal mis hebben. Oh, we zijn zo kwijt. Kut! Kut, 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 kut. Spawn sneller. Nou, ja, we zijn er weer gezien. Ik kan zo, we zijn er weer gezien. Die bocht die ging niet lekker, anders hadden we weg kunnen vliegen. Maar deze keer niet. Oh, we zijn wel op het spoor. Fuck. We zijn aan de andere kant van het spoor. Een klein beetje de verkeerde kant. Maakt niet uit, want we kunnen er altijd naartoe. Via hier. Wee! Oké, we zijn op het spoor. Als er nou eentje bovenop stond, dan klopt er echt iets niet, want ja. Vraag me af als ze achter me aanrijden, want ze kunnen me niet zien. Ze weten niet welke rij. Bam! Oké, motor uit. En koelen maar.
Hij koelt soms echt raar, jongen. Soms blijft hij echt steken. Dat kan een keer in. Dan blijft hij echt gewoon stilstaan. Dan doet hij niet wat. Dat is echt raar. De cooldown bar, zeg maar, blijft stilstaan. Dat is echt krom. Maar ja, we pakken de circuitbanden, zoals al gezegd. En liggen we chassis natuurlijk. En dan gaan we naar de volgende race. Oeh, die platen zijn echt niet fijn, joh, voor die auto. Ik weet ook waarom. Moet je kijken, de voorkant. Hier, die steekt er gewoon onder. Geen wonder dat die Evo zo spastisch was. Moet je kijken hoe hoog die platen liggen. Hier. Als ik een beetje goed rij, moet ik een beetje goed mikken. Niet te veel gas. Hier, we zitten er gewoon onder gestoken nu. Normaal, natuurlijk, dan vlieg ik er tegenaan. Dat vindt die auto echt niet leuk. Dat ben ik wel met z'n eens. Nou, volgende race. Straight to the point. Zal een sprintrace zijn, ja, dat dacht ik al. Lange versnellingen en verstevigd chassis. En politie, zo te zien. Oh, daar zijn die vliegende auto's weer van net. Oh ja, tuurlijk. Hier hadden we die allemaal, de Caterham en de... Zo, die Caterham die vliegt ook lekker een lantaarnpaal in. Net wat je leuk vindt. Zo, frontale uitschakeling. Hoe vind jij? Met je Caterham, met je bouwpakketauto. Ik kom geen eens op mijn woorden. Ik wou zeggen, het zal mij niet verbazen. Ik moet het anders beginnen. Het zal me niet verbazen als deze auto opeens de vleugels uitklapt en wegvliegt. Zo ziet die auto er echt uit. Zo van, ik ben een straaljager van op de grond. Ik mis alleen mijn vleugels. Als je die aan mij vastknupt, dan vlieg ik. Zo ziet deze auto eruit, vind ik. Het ziet er echt gewoon raar uit. Futuristisch vliegtuigje. Ik vraag me echt af of er geen vleugels in zitten. Dat moet toch. Als je zo die auto ziet, dan moet toch zo weg kunnen vliegen. Maar ja, we zijn wel eerste met dit ding. Het is op zich, hij rijdt wel fijn. Het verbaast mij. Het leek me echt een stomme kutauto. Maar hij rijdt wel echt fijn. Ja, ik zeg wel zoals ik dacht dat het was. Want het leek mij gewoon een stomme kutauto. Eentje die er gewoon grappig uitziet. Om echt gewoon om te lachen eigenlijk. Uit te lachen. En verder niks. Maar hij is best wel goed. Dus dat is mooi meegenomen toch. We hebben zelfs een persoonlijk record verslagen. We gaan deze gebruiken, lange versnellingen. Die gaan we niet gebruiken. Die slaan we over. Dan kunnen we die gelijk weer aangeklikken zometeen. Over kleurtjes is die eigenlijk beschikbaar. Dat ben ik wel eens benieuwd naar. We hebben ook echt zo'n remlicht, zo in het midden. Daar zullen we niet goed zijn in ons hoofd. Oh kijk, mooi geel is niet lelijk. Nee, je moet je mond houden met je auto. Wat voor kleur nog meer? Rood. Vind ik ook afschuwelijk. Vind ik niet mooi. Nog meer. Moet nog zwart. Auto aanpassen. Chassis. Oh. Licht weg. Of wat wil jij? Ander kleurtje graag. Staat er? Blauw. Vind ik ook al niet mooi bij deze auto. Het wit staat. Is het enige wat mooi staat, vind ik. Hebben we nog meer kleurtjes in de kleurenfabriek hier? Oranje. Dat staat toch wel mooi. Maar dat vind ik... Persoonlijk, maar ik vind het nog wel mooi staan, oranje. Dat heeft wel iets. Maar het is puur omdat ik oranje met zwart altijd wel mooi vind staan. Volgende race. Doelsnelheid. Dat wordt wat. 193 km per uur. The Getaway. Oh, die hebben we net ook al gedaan. Nou, die race weten we wat we moeten doen. Het is al de vierde keer dat ik deze race doe, denk ik. Die hebben jullie ook al gezien. Al meerdere malen. En wat we dus op moeten letten is deze bocht, dat we niet doorschieten, maar een bocht nemen. Dan scheelt dat een hele hoop met ons gemiddelde. Hier net zo. Oh, oeh, fuck. Oh, nee. Nee. Oké, daar heb ik hem nog redelijk gered. We moeten dus 193 km per uur gaan rijden. Dat moet wel te doen zijn. Als we tenminste van het gras af zijn. Want gras is niet echt een sterkste punt. Zal het ook nooit worden. Hij is ook gemaakt voor asfalt. En niet voor offroad. Kijk, met de snelheid stijgt dan mooi. Want hier, deze bocht moet goed gaan. Goed gaan. Beter iets gas loslaten, zodat je zeker weet dat hij goed gaat. Deze moet ook nog goed gaan.
Oké, die gaat ook perfect. Mooi. Deze race is ook een piece of cookie. Niks in de hand. Ik wil 200 halen. 203. Nou, kut. 202. Ook goed. Ook prima. Geen enkel probleem. Dacht ik zomaar. Het is ook netjes. The getaway. The getaway. We gaan de acceleratie opvoeren en Erica zorgt hier erop voor. Hier zie je die vering niet zo als bij die Lancia Delta. Hij is er wel, maar je ziet hem niet zo duidelijk. Hoi, politie. Is goed met jou. Crush hour, race starten. Dag, politie. En we zijn al bij de laatste race, dus dat gaat al behoorlijk snel. Behoorlijk snel. Die hebben we ook al gedaan. Dus hoef ik video ook niet te gaan kijken. Hier, deep cups koffie. Lekker. Deep cups koffie. Oké, dankjewel. Heel lief van jou, auto. Om dat te gaan doen. Ik haal jullie zo in, hoor. Is dit weer deze race die we... Ja, dat is weer die race. Oh my god. Auto aanpassen. We hebben geen lange versnelling, zeker. Ik zie niet wat. Ik moet opletten. Jawel, we hebben wel lange versnelling. Die zijn we nodig ook. Anders komen we nooit ergens. We zijn echt lange versnellingen nodig, anders komen we niet in de buurt. Fucking Cobalt SS. Ga uit de weg dan. Uit de weg van mijn oranje monster. Dit wordt een lastige race, denk ik zo. Maar het moet nog wel lukken. Maar... Ik snap niet wat deze Bentley en die Cobra hier doen. Die zijn echt crap. Die hebben niks te maken met deze snelheden en shit. Maar... Samen met de Lambo en de R8, samen met die horen hier in deze race. Hallo, en Ariel had hem natuurlijk ook wel, maar... Hallo Ariel. Hallo Zimmerman. En we zijn tweede plek. Puur door die lange versnelling, anders waren we daar echt niet gekomen. Nee, oeh, fuck. Hij trok opeens naar links. Waarom weet ik ook niet, hè? Ging opeens weer naar links. Hallo R8. Doei R8. Echt jongens, zo gauw als we dat gras hitten. Volgens mij gaan we echt ploegen met die spoiler die voorop zit. Volgens mij gaat er gelijk een stuk gras af. Het is wel handig om een gas te maaien trouwens. Gewoon een beetje met deze auto eroverheen. De Bakemono. Gewoon. En klaar. We moeten echt hier over het asfalt een beetje gaan rijden. Niet te veel over dat gras. Want dat bevordert het dus niet. Maar dat moet wel lukken. Muurtje. Ik moet even winnen aan de spuiten. Even die krassen eraf halen. Oh, nee. Mofo's. Die kon ik nog maar net houden, joh. Anders waren we echt omgedraaid. Dat was ik echt gaan houden. Bam. Dat was alles voor de bak mono. Dus dat ging behoorlijk snel. Al zeg ik het zelf. Dat ging echt heel snel. Die gaan we overslaan. Die gaan we gebruiken. En die gaan we gebruiken. Kijk aan. Vroom, 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 vroom. Afkoelen. Snel motor uit. Bam. Haha. Cheats. Dat was dus de bak mono. Dan gaan we even die nog wegklikken. Auto aanpassen. Move it, move it. Andere auto. De SLS. Tuurlijk zit hij erin. Ik zei een paar parts terug van... Ik weet niet of die erin zit, maar natuurlijk zit die er wel in. Ik zat te denken aan een andere SL dinges. Maar de SLS zit er wel in, dus dat lomp de Goldwing. Ja, namaakt na zoveel jaren met de deuren. Heeft de Goldwing door, dus dat is deze. Die is best wel badass, die is ook wel goed. Dus gaan we over op deze auto. Dus het is nou niet meer één part per auto geworden. Blijkbaar, maar dat is al gewoon naar de volgende auto.
En ja, dat is prima, denk ik. Ik denk niet dat iemand het uitmaakt. We hebben in ieder geval wat races gedaan met de Bank Mono. Naar alle races. Dus genoeg Bank Mono gezien, denk ik. Dan gaan we nou naar de SLS. Die behoorlijk goed is. Wel een beetje aan de logge kant af en toe. Nu zijn we de bocht. Ik stuur vol naar links. Maar daar moet je ook gewoon even aan wennen natuurlijk. Ik ben nou ook net twee hele snel sturende auto's gewend. Die dat net iets te snel doen soms misschien. Maar het is gewoon even wennen. Maar we zijn nu op race. Dus nu, of op race. Op weg naar de race. We zijn niet aan het racen. We zijn gewoon aan het rijden. Gewoon chillen. Chill rijden. En we hebben onze afslag gemist. Wat doen we daaraan? Nou, dan doen we het volgende. Dat was niet helemaal zoals ik het bedoelde, maar prima. Akkoord voor deze keer. Als het goed is krijgen we nog andere kleurtjes. De grijze versie. Die heb ik zelfs gezien. Nou, iets lichter grijs. Dat is meer, ja, het lichtgrijs. Die heb ik gezien in het echt. Ah, het is wel een hele mooie auto, dat zeker wel. Echt kwaliteit en detail en eigenlijk is echt perfect. Maar we gaan hier naar de zijkant voor Nitro. En dan gaan we de eerste race met de SLS doen. En na de SLS komt de Audi A1. En daarna komt de Bentley, dan de Jaguar of de McLaren. Met McLaren hebben we al gedaan, dus ik denk niet dat we de McLaren nog gaan doen. Dit gaan we niet overslaan, want we hebben dit nog nooit eerder gezien. Dus we hebben in ieder geval alle video's gezien. Trippy. Ook al slaan die video's soms echt gewoon belachelijk helemaal nergens op. Zoals deze, die sloeg ook helemaal nergens op, maar oké. Okay. Ah, dan hebben we de Jaguar ook. Dat is de Jaguar bocht. Oeh, muur. Daar hadden we echt geluk, jongen, dat we daar niet zijn gaan knallen. Dit is de SLS AMG. Ja, de AMG, dus de tuner van Mercedes. AMG, die zijn best wel badass. Die maken hele dikke versies van de Mercedes. Bij Audi heb je ABT en MTM. Bij BMW heb je G-Power, die heel bekend is. En dat is een beetje alles wat ik weet verder tuning. Mijn auto kan ook door ABT getuned worden. Mijn Seat Leon Cupra. Heb ik niet gedaan. Vond ik nog niet echt nodig. En het is twee. Nou, en het zal echt de tuning en shit. Of de flashing en dergelijke. Echt als upgraden. Dat ligt eraan wat je allemaal wil doen. Maar dat kan makkelijk in de 10.000, 20.000 oplopen. Maar dan heb je ook. Zoals nu heb ik 180 pk. En dan krijg je dan. 350 of zo misschien. 350 pk. En veel betere besturing. En veel betere remmen. En al die rotzooi. Maar dan ben je ook 10.000 euro kwijt. Als niet nog veel meer. Dus dat is dure business. Maar zo'n AMG en die tunes er gelijk al. Nou, volgens mij een beetje bij Mercedes. Gewoon zo'n beetje vanuit de fabriek kun je hem al getuned kopen. Via Mercedes volgens mij ook zelfs nog. Dat kan bij Audi, dacht ik niet. Gelijk met ABT of MTM. Maar je kunt wel gelijk naar de MTM of ABT lui toe gaan daar in Duitsland. Vlakbij de fabriek. En we gelijk laten tunen zodat je... weet ik veel hoeveel pk meer heb. Zoals de Audi RS6, die heeft standaard, dat is de Avant versie, die heeft standaard 570 pk, wat echt belachelijk veel is. Het is gewoon een volledige gezinsauto. Hè. Je kunt gewoon, stel je gaat op wintersport, nou ja, dan ligt de sneeuw normaal, maar wintersport, ik neem maar even een voorbeeld. Je doet je koffers en je skis en eigenlijk kan allemaal achterin. Die kofferbak, daar kun je gewoon drie lijken in vervoeren. Vervolgens kun je voor met je auto gewoon nog voor in de auto gewoon met je gezin nog zitten. Het is net Dexter eigenlijk. Het is de perfecte auto voor Dexter. Je kunt allerlei mensen achterin gooien. Genoeg ruimte en je kunt voorin gewoon met je gezin zitten. Met vijf man. Maar die auto die heeft 570 pk. Wij flikkeren hier van de cliff af. En die is al echt gewoon gigantisch snel. In een paar seconden de 100 en weet ik veel voor snelheid. Echt. Voor mij in de 300, zo'n beetje tegen de 300 aan dat je haalt met dat ding. Op de Deutsche Autobahn. Maar die kun je laten tunen door MTM, meende ik. Naar 730 pk.
Maar er is er nog geen Audi-tuner, maar die vergeet ik altijd. Het kan ook zijn dat het die was. Met een 730 pk. Gewoon van 507 naar 730. En dat is gewoon nog steeds familieauto, hè. Verder verandert er niks aan. Het is puur de motor waar ze meer kracht uit halen. Dat is gewoon ziek. Echt gewoon ziek. Maar ja, we gaan nog even de tweede race doen met de SLS. Chain Reaction. Dus ik denk dat het een police chase zal zijn. Denk ik. Maar ik weet het niet zeker. Oh. Ja, op zich, hij rijdt wel fijn, maar hij is net iets... Ja, hij is een beetje log. Dat daar, hij is ook heel lang wel. Hij lijkt hier... Ja, hij lijkt hier ook wel lang trouwens. Die motorkap is ook wel belachelijk lang. Maar op zich lijkt het zo nog mee te vallen. Maar als je echt gewoon in het echt ziet, hij heeft best wel een lange motorkap. Dus nou vergelijk met de Dodge Caliper. Hier, dat is gewoon twee keer de motorkap van de Dodge Caliper. Tegen één keer die van de SLS. Nou heeft de Dodge Caliper ook een beetje een kottere, maar... Je snapt wel wat ik bedoel, neem ik aan. Ik wil hier een keer doorrijden, dat heb ik nog gedaan. Omdraaien. Hij klinkt wel lekker, hij is echt mommerig, joh. Daar kunnen we niet heen, ah. Speed limit van 20, wie verzint het? Amerika. Oké, ik wil hier doorheen rijden, daar heb ik nog nooit doorheen gereden. Dat wordt leuk, ik ben nog helemaal blij, mijn dag is goed. Ik heb hier doorheen gereden. Oh, leuk! Oeh, moeten wij... Oh ja, tuurlijk moeten we daar springen. Oh, fuck. Dodge Caliper en Audi A3. Oké. Okay. Zijn er bijna. Sprint race. Oh, valt mee. Chain reaction. Dan gaan we dan. Nog even één race met de SLS. En dan die andere drie races komen in de volgende part. Samen met dan de Audi A1. Deze hebben we nog niet gezien. Dit is paars. Paars! En lijntjes en paas en heel vies groen. En nog steeds lijntjes in beeld. Oh kijk, wat is dat? Is dat naar boven? In die torens? Ik denk het wel, hè. Ja, dat is sowieso naar boven in die torens. Het heeft ook zoveel met die auto te maken. En zoveel met de race. Gewoon niet gezond. Oh kijk, het wordt iets minder... Oh, het wordt roze. Oké, daar zijn we dan met de SLS. Kom op, autootje, je kunt het. Oké, ja, het neemt de eerste bocht al veel te wijd, autootje. Kom op. Jij kunt beter, autootje. We kunnen wel makkelijke mensen rammen, denk ik. Omdat we best wel een gewicht hebben. Die auto is best zwaar. Maar ja, dat boeit je niet als je veel geld hebt. Want als je een SLS kunt kopen, boeit je het gewicht ook niet. En het verbruik boeit je ook nog minder. Waar ik wel in kan komen. Oh, fuck. Want als ik nou de loterij ben, dan koop ik ook een Audi RS6 en een R8 en een RS4. En een Q7. V12. Quattro. Maar ja. En ook al zijn die dingen bij elkaar zo zwaar als een vrachtwagen. Dat maakt mij niet uit. En dan een volbeladen vrachtwagen. Nee, daar valt het mee. Volbeladen heeft die 30 ton. Vrachtwagen. Dat is dus 30.000 kilo. Een auto. Normaal zou rond de 1200 zitten, denk ik. Mensen zitten rond de 1200. Die A3 zit rond de 1100. Die A4 zit ook rond de 1200 die we hebben. R8 zit rond de 1400 aan mijn hoofd. Er zitten wel meer auto's allemaal rond de 1400 van die supercars. En deze is denk ik 1600, 1700, gok ik. Deze zal wel redelijk zwaar zijn. Q7 is in de 2200. Die zijn echt heel zwaar. En het gewicht, dat bepaalt hoeveel je moet betalen aan de belasting. En dat bepaalt best veel. Dat scheelt heel veel, laten we zo zeggen. 100 kilo gaat per klasse van 100 kilo. Dus je hebt... ik zit net in de klasse van de 1251 tot... Nee, 1249... Tot 1350. Dat mijn is 1200. Nee, zit ik net onder trouwens. Ik lieg. Ik zit in de klasse eronder. Ik heb 1246. Nou, ik weet niet meer exact hoe het begint met die klasses. Dat is een lang verleden tijd. Nee, weet ik zo niet meer. Maar in ieder geval de klasses gaan per 100. En dat scheelt, nou denk ik, kan nog wel eens 100 euro schelen soms. Op jaarbasis. Nou ja, 100 euro is toch wel een keer tanken. Plus nog iets. Tanken en een half of zo. Met een beetje geluk.
Ja, we hebben circuitbanden voor SLS. We moeten deze race nog wel overnieuw doen. Maar dat gaan we doen in de volgende part. Dus ik zie jullie dan weer. Ik hoop dat jullie het nog steeds leuk vinden. Een beetje die auto's die jullie... die jullie weer zien. We hebben spinners. Zo te zien. Onze wielen spinnen. Dat is heel apart. Maar ik hoop dat jullie het nog steeds een beetje leuk vinden. Zo. Alle auto's die jullie willen zien. Dat ik die laat zien. En ik zie jullie weer in de volgende part. Laters.